bijna iedereen in Nuenen kent hem, Harry van Deurze. Hij is namelijk de melkboer. Maar nu, na 45 jaar, stopt Harry ermee. Zaterdag maakt hij zijn laatste ronde door Nuenen met zijn wat rammelende, rijdende winkel. Het zal wel een latertje worden zaterdag, want deze hele week duurt het praatje met veel klanten toch iets langer dan normaal. En we hebben nooit geen kooi verhaal gehad. Als Harry kwam aanrijden, hoefde hij nooit lang te wachten als hij aanbelde. De klanten hadden hem al aan horen komen en bij veel mensen was hij kind aan huis. Ja, ja, we moeten af en toe zelf in de koelkast kijken nog. Zo is die band wel opgebouwd, ja. Maar er zijn al mensen waar ik al 45 jaar aan de deur kom. Dus je bent hier toch wel een beetje ingeburgerd, ja. Een ruwe schatting leert dat Harry in die 45 jaar misschien wel 500.000 keer aan de deur van zijn klanten is geweest. De melkboer kan ik goed rekenen, maar het is meer keren. Ja. Wagen erbij en over heel de familie. En we horen hier een beetje nu naar bij een boedel, hè? Ja, ja, zeker. Zeker. Dat weet je. 45 jaar, hè? 45 jaar. Godverdomme. Ja. Dat zal. Ja. Bedankt voor alle jaren. Jullie, graag gedaan. En dat kleine attentie. Had niet gehoeven. Ja, hij is de opvolger van Jan de Greve en sinds die tijd komt hij elke week bij mij 2 keer aan de deur. En dus, ik zorg dat ik er ben dan ook. En dan hebben we even een praatje. Hartstikke leuk. En dan ga ik missen. Ook zijn rijdende winkel is getekend door de tand des tijds en na roest komt er dan nu eindelijk rust. Net als voor Harry.